Het is natuurlijk de wereld op zijn kop. En Israël is bij uitstek een land, een staat die heel goed in staat is, zeg maar, om zichzelf te promoten. En daarbij ook dus, zeg maar, de Palestijnen als het ware in een negatief promotielicht te zetten. Ja. Zeg maar. Dus dat betekent dat elke actie die vanuit Palestina wordt gedaan, vaak wordt bestempeld als terroristische actie of terroristische daad. Ja. En elke actie die vanuit Europa of Amerika wordt gedaan, vaak wordt bestempeld als een provocatie. Ja. Weet je, als die ten gunste is van de mensen in Gaza. Nou, in dit geval is het natuurlijk gewoon heel simpel dat er een humanitaire vloot gaat. Dus het is, hè, dus het zijn 17 schepen van allemaal verschillende landen uit Europa en de Verenigde Staten ook die daaraan meegaat. Canada. Ja. Dus het is echt een soort van internationale coalitie. Ja. Die allemaal van landen en organisaties die dus daar een humanitaire ramp erkennen. Ja. En vanuit dat gedachtegoed ook dus hulp willen bieden. Ja, precies. En dat wordt dan, en het is natuurlijk, ergens is het helemaal niet, ergens is het heel vanzelfsprekend dat dat gelijk wordt weggezet als provocatie. Mm-hmm. Maar nogmaals, dat is de wereld op zijn kop. Want het is juist een provocatie om een gebied totaal af te sluiten, totaal te isoleren. Dat is iets wat, dat is niet alleen provocatie, gaat verder dan provocatie. Ja, zeg maar. En het ding natuurlijk is ook dat deze bewegingen, die komen vanuit volk, vanuit verschillende volkeren, waar de staten van diezelfde volkeren niks doen aan het probleem. Alleen maar aan één kant van de medaille hulp geven, dus bijvoorbeeld aan Israël. En is het niet hulp in de zin van financiële middelen, is het hulp in de zin van privileges en dergelijke. En de Palestijnen, die krijgen eigenlijk helemaal niks. En dat wordt inderdaad ook in de media, omdat de Israëli's gewoon een mediaapparaat hebben, wat de Palestijnen gewoon niet hebben, kunnen zij dit ook gewoon zo de wereld inbrengen, alsof het de waarheid is. Want we hebben hier ook Netanyahu, die dus inderdaad zegt dat bijvoorbeeld het verzoeningsakkoord tussen Fatah en Hamas, wat je eigenlijk alleen maar zou moeten toejuichen, omdat het een eenwording van een... Gelijk als een terroristische, het wordt als terroristische overwinning wordt het getypeerd. Ja. Dus dat zegt eigenlijk al meer dan genoeg maar over... Maar het verandert wel. Heb ik het gevoel, zeg maar. Weet je, dus er zit wel een verandering in die zin dat ik denk dat er steeds meer mensen dat doorkrijgen en inzien, zeg maar, dat die berichtgeving vanuit Israël over de Palestijnse kwestie natuurlijk heel erg eenzijdig is. Ja. Hetzelfde geldt, en ik bedoel, dat is altijd in een conflict, hetzelfde geldt vanuit de Palestijnse kant, is het natuurlijk ook eenzijdig. Ik bedoel van, don't get it twisted, zeg maar, weet je wel. Iedereen representeert zichzelf, zeg maar, weet je wel. Dat is, we zijn allemaal heel erg getraind om, zeg maar, etnocentrisch te denken. Hè? Dus met onszelf van in het centrum, zeg maar. Nou ja, dat doen landen dus ook. Het verschil alleen is dat, zeg maar, in dit geval, in dit conflict, Israël gewoon de agressor is, zeg maar, en Palestina is als het ware de David, weet je wel. Dus je hebt David versus Goliath, zeg maar, weet je wel. Dus het is absoluut geen gelijkwaardige strijd of gelijke strijd of whatsoever. Ja, en daarom is het ook eigenlijk gewoon de tijd om niet alleen de blokkade te doorbreken, maar ook de muren te breken. Ja. En om de muren te breken, om dat wat extra standvastigheid te geven, hebben we Manu met Breek de Muren voor jullie klaarstaan. En we zijn zo bij jullie terug op Get Mixed Radio, your connection to real, real, real music. Andrei Ivantuch. Antonio Guerrero. Bashir Hamid. Ja, je doet het heel goed, Achim. Maar ik ga niet naar mijn... Albert Woodfox. Jesse Gerlach. Hoor de orders uit het Pentagon. Als hamers slaan op het koloniale hout van het tribunaal onder controle van Echelon. De rechtgevende macht gesponsord door Macintosh, Enron, Shell en Amnesty International. Levenslang...